dus dat rode laad dat je niet moet laten cremeren omdat je dat dan nog zou kunnen voelen. Nee toch? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Als de koord gebroken is, als de ziel uit de lijf is, is de pijn weg. Punt. Iedereen die dit zegt, echt. Oh, ik vind het zo erg. Want hier weet je, je maakt onderhand nog een schuld bij degene. Stel je voor dat je iemand onverwachts overlijdt. Je weet bij God niet of iemand gecremeerd of begraven wordt. Je denkt, nou weet je wat, doe me cremeren. Ik weet niet. Nou, je gaat diegene cremeren. Dit lees je 3 weken later. Of je gaat naar een medium en die zegt dat tegen je. Wat ik doe zo, omdat de medium dan echt geen medium is in mijn optiek. Ik kom weer aan met die ethiek en optiek en weet ik het allemaal. Natuurlijk voel je het niet. Natuurlijk voel je het niet. Nee. 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 Zo. En ik hoop dat dat duidelijk is. De zilverkoord is de koord waarmee je ziel en je aura verbonden is aan je lichaam. Op het moment dat die weggaan uit je lichaam en de koord is verbroken, heb je geen fysieke herinneringen meer. Op geen enkele wijze. Geen enkele. Ik zou werkelijk willen dat deze onzin de wereld uitgaat.